stoppen, even stoppen. Net was het. Jacco! En nu hoor ik helemaal niks. Echt het stemmen geluid. Go! We zijn zo blij. Het is echt ongelooflijk. Weet je, je hebt hier gewoon een plek waar je kunt zijn, waar je kunt blijven en waar je echt duurzame, diepe verbindingen met de buurt kunt aangaan. En dat is echt te gek. Welkom in Theater de Kunsthut. Bij binnenkomst meteen zie je de toneelvloer waar heel veel amateur toneelgroepen repeteren, voorstellingen geven. Mooie tribune met stoelen van de oude Anton Philipszaal. En hierboven hebben we het domein van Haag Theaterhuis, waarmee ik het pand deel. Ja, door schade en schande zelf spelen in andere theaters waar dingen dan niet kunnen. Of van, nou, dat weet ik niet. Ik wilde eigenlijk een plek hebben, een theater hebben, waar je gewoon alles kan. We hebben vaak kleine initiatieven die hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij het ontwikkelen van een subsidieaanvraag. Dan gaan we zitten en gaan we samen naar die subsidieaanvraag kijken. We hebben mensen die ontwikkelen hun stuk. Dan gaan we hun daarin ondersteunen. Maar we hebben mensen die willen zich zelf als maker of als speler ontwikkelen. Dat kan ook. Dat is het belangrijkste volgens mij. Gewoon dat mensen zich thuis voelen, dat ze na een half uur schoenen uitgooien en over met hun sokken over de vloer gaan lopen. Dat is al een teken van, oh, mensen voelen zich prettig hier. Dat is volgens mij heel belangrijk. Dat is denk ik wel de basisfilosofie. Dus zodra mensen hier binnenkomen, dat ze meteen denken, oh, dit is even mijn huisje nu. Dat is heel belangrijk.